Voor het item van Rick van vandaag, Rita, zijn we naar basisschool, openbare basisschool Moelenakker gegaan. En het gaat over Blaasmuziekwinkel. Wat houdt het project in? Blaasmuziekwinkel is een project wat Rick in samenwerking met scholen en verenigingen organiseert voor heel veel groepen 4 in de gemeente Weert en Nederweert. En wat houdt het project dan in? Wat leren kinderen op school? Nou, kinderen krijgen 20 lessen en daar leren ze de basis van muziek, dus ritme, zingen, spelen op klokkenspel en vooral heel veel kennismaking met instrumenten, met name blaasinstrumenten. En is dat nodig om dat de kinderen dan op deze leeftijd al bij te brengen? Het beste is in ieder geval groep 4, je hoort ze hier op de achtergrond, want dan staan ze nog open voor allerlei dingen en dan moeten ze nog een keuze maken voor een instrument. Bovendien is het voor verenigingen ook wel prettig dat kinderen een beetje kennis maken met hun instrumenten. En welke verenigingen werken daaraan mee? Hier bij OBS Molenakker is gekoppeld Sint-Jozef 1880. Dan is in de gemeente Nederweert Sint-Jozef. Die doen wel op alle scholen in Nederweert. En Nederweert Eind, de harmonie Pro Musica, die doet de tweesprong. En in Stramprooi, dat is heel leuk om te vermelden, daar hebben we de twee schutterijen en een fanfare zich samengevoegd om aan alle kinderen op de scholen in Stramprooi les te geven. Is het voor Limburg dan ook speciaal, omdat er toch een cultuur zit van harmonie en fanfares, om dat eigenlijk ook over te dragen op de jeugd? Ja, ik denk ook wel dat dat heel erg belangrijk is. Het is natuurlijk cultureel erfgoed wat we hebben. En het is een beetje tendens dat het niet meer zo hip is om in een harmonie te spelen. Maar het is misschien ook wel dat je er nog te weinig van weet. Ik denk als je via hiermee in aanraking komt, dat je dan denkt, nou, dat is toch wel leuk, dat is toch wel iets voor mij. En welke rol speelden die verenigingen daar nog in dan? Nou, de verenigingen spelen natuurlijk een hele belangrijke rol, want ze komen een aantal keren op school. Bijvoorbeeld als de Rick-docent een les heeft over zwaarkoper of over klarinet, dan komen de verenigingen met hun instrumenten, want die hebben wij natuurlijk niet zo heel erg veel. En dan kunnen alle kinderen een keertje proberen. Er is ook een verenigingsles waarin ze iets over de vereniging kunnen vertellen. En er is een presentatie op school, maar ook een presentatie bijvoorbeeld, net zoals in Stramprooi vorig jaar, op het plein tijdens de pleinfeesten. Laat de kinderen horen samen met jeugdharmonie wat ze hebben geleerd. Zeg, wat is jouw ervaring nu tot nu toe met de reacties ook van de kinderen? Nou, de kinderen zijn super enthousiast en de ouders ook. En bij sommige verenigingen heeft het ook al geresulteerd in nieuwe leden. Dat is niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is dat alle kinderen enthousiast worden voor muziek. Of je nou wel of niet bij een vereniging gaat, is natuurlijk wel mooi meegenomen. Zeg, en ik kan me voorstellen dat er nou ook scholen zijn die dat misschien zien of denken, dat vind ik hartstikke interessant. Hoe kunnen die dat ook blaasmuziekwinkel op school krijgen? Nou, we hopen natuurlijk dat het volgend jaar overal is. Een vereniging adopteert eigenlijk een school en een vereniging betaalt het grootste gedeelte ervan. En als je meer groepen hebt op een school is dat natuurlijk voor een vereniging een beetje kostbaar. Maar gelukkig hebben we voor dit jaar subsidie gekregen. Ja, want hoe bijzonder is dat? We zijn het enige project in Midden-Limburg dat subsidie heeft gekregen voor dit wel voor een soortgelijk project. Er is ook nog een project in Noord-Limburg en één in Zuid-Limburg. En de subsidie is van de LBN, de Limburgse Bond voor Muziekgezelschap. Dus dat is wel speciaal en heel bijzonder voor jullie. Ja, daar ben ik ook heel trots op. Dus ik hoop dat het een beetje een olievlek wordt en dat volgend jaar iedereen blaasmuziekwinkel heeft. We hebben net van Rita al gehoord kort wat het inhoudt, maar wat betekent zo'n blaasmuziekwinkel voor jullie in de klas? Hoe gaat het in zijn werk? Nou, de kinderen maken kennis met de muziekinstrumenten die in het harmonieorkest worden gebruikt. Leden van de harmonie, Sint-Jozef 1880, komen enkele lessen met hun instrument bij ons in de klas en spelen een stukje voor. En de kinderen mogen soms ook nog een instrument proberen en zo. Kennen ze een beetje, leren ze een beetje de instrumenten van het harmonieorkest kennen. De les die wij net gezien hebben, dat is leren ze ook het ritme en de noten leren lezen. Maar jullie doen het zelf natuurlijk ook als leerkrachten. Wat is de toegevoegde waarde van zo'n project? Het zijn toch professionele leerkrachten. Dit is een docenten van het RIC die hier de les komt geven. En
goed de vaart erin en een goede methode die ze gebruiken. En ik moet zeggen, voor de kinderen een heel plezierige les. Zeg, en het boek wat ze voor zich hebben, dat wordt ook door Rick aangeleverd dan? Hoe werkt dat? Rick heeft alles aangeleverd. We hebben zelf de klokkenspellen gehuurd. Mm-hmm. En zo worden materialen voor Sinterklaas, voor Kerst, steeds door Rick aangeleverd. En wat voor soort liedjes zijn het dan die in die klapper zitten? Nou, hele vrolijke liedjes die de kinderen heel erg graag zingen. En ook nou met Kerst alweer, gaat het met de seizoenen mee? Ja, het gaat met de seizoenen mee. Ja. Zeg, en wat zijn de reacties nu van de kinderen? Wat merk je daaraan? Want ik zie wel dat ze heel enthousiast meedoen. Nou, je ziet, we hebben net gezien, de kinderen zijn heel enthousiast. Dit is voor ons het tweede jaar dat we draaien. We merken ook dat de ouders heel enthousiast zijn. Aan het einde van dit project hebben we een afsluiting samen met de Jeugdharmonie van Sint-Jozef. En daar zijn de ouders ook uitgenodigd. En dan merk je dat de ouders versteld staan wat de kinderen in enkele lessen hebben bereikt.